bedrijvenpark Kortrijk Noord is dus gelegen aan de rand van de ringlaan, de R8 rond Kortrijk. En beslaat een 200 hectare met een uitbreiding binnenkort van een 20 hectare extra. We willen ertoe komen dat onze werknemers, meer dan 3000 hier op bedrijvenpark, dat die al fluitend naar het werk komen. We willen ertoe komen dat ze graag komen werken, dat ze in een leuke omgeving werken, dat ze de medewerkers ook van andere bedrijven leren kennen. Daartoe nemen wij verschillende initiatieven. Er zijn een aantal initiatieven het laatste jaar die dus in die zin genomen geweest zijn in het kader van het industrieterrein. Dus wat dat betreft is het zeer belangrijk dat we geen bedrijf zijn die zich op een eiland bevindt, maar zeker contact willen houden met onze naaste buren en de mensen en de bedrijven die hier in het omliggende zijn. Je hebt onze tapetengebuur hier over de duur, je hebt dan CBO hier naast ons. Dus dat zijn een beetje de dechte buren. Je hebt dan Barco hier om de hoek. Dus we kennen elkaar redelijk goed. Ja. We komen regelmatig samen, we worden op de hoogte gehouden. Veel bedrijven of mensen van het bedrijf als werknemers die de andere bedrijven niet goed kenden. Ze rijden langs iedere dag. Zonder misschien te weten wat doen die mensen, wie zijn ze. En op die manier heb je wel dat samenhorigheid. We zijn bezig met de straten proper te maken. Hier heb je de grote baan, dat gaan we met z'n wel, maar in de gracht kan. Daar ligt van moment veel. Laat ons niet zeggen dat we het warm water hebben uitgevonden. Dat is ook niet de bedoeling. We vinden heel wat voorbeelden in Nederland. Maar de benadering hier in regio Kortrijk is wel nieuw. Daartoe nemen wij verschillende initiatieven, zoals onze Noonwalk. Dat is een middagwandeling. En het is dus de bedoeling dat de mensen over de middag bij hun bedrijf verlaten en naar een centraal punt komen samen met hun collega's van andere bedrijven. Ik denk gewoon die geregelde initiatieven, dat wel tof is. En ook de overdracht van kennis tussen bedrijven onderling. En van ervaringen delen en ook van welke diensten er hier op het terrein aangeboden worden. En die we eventueel ook professioneel verder kunnen gebruiken. Het moeilijke aan de job hier ter plaatse is dat ik zowel te maken heb met de gemeente Kuurne, de stad Kortrijk, als de provincie. Dus voor bepaalde zaken, zoals binnenkort gaan wij tussen kerst en nieuw, gaan wij hier kerstconstructies plaatsen. Om dat aan te vragen, moet ik dus bij 3 verschillende instanties brieven schrijven en antwoorden geven. We zijn 10 jaar verder. Hoe denk je dat het er hier zal uitzien? Ik hoop hier een groenere omgeving te hebben waar meer gefietst wordt, waar meer activiteiten gebeuren en waar wij bij Barco, die het bedrijvenpark verlaat in de loop van de volgende jaren, een nieuwe activiteit kunnen ontwikkelen waar wij ook trots kunnen op zijn.